Welkom bij onze nieuwe vlog. Wij zijn bezig met 15.000 stapjes te doen vandaag. Wij zijn al even bezig en we zitten nu op, even kijken, 327 stappen. Dus we hebben nog heel wat stappen te gaan. Wij nemen jullie even vandaag gezellig eventjes mee. Of niet zo lang. En daarna, als we weer thuis zijn, gaan we nog even iets leuks proberen. Nee, iets lekkers proberen eigenlijk. Ja. Ik heb haar in mijn slipper. Ja, er staat een beetje wind. Wij vloggen wel af en toe even een beetje. Maar de hele tijd vloggen wordt een beetje moeilijk, omdat er best wel een windje staat. Het zonnetje schijnt lekker, dus we gaan er even lekker een paar stapjes van maken, of niet? Okay. En we gaan ondertussen ook nog heel even gauw bij de winkel langs. Dus kijk vandaag gezellig met ons mee. A few moments later. Wij lopen hier in Sappemeer bij het treinspoor. Aan die kant had je vroeger altijd de treinstation zitten van Sappemeer. Die zitten niet meer. Als we kijken naar die kant. Even kijken, ik zie het bijna niet. Dan heb je daar het treinstation van Hoge Zand. En we zijn net even bij een leuk kastje geweest. Een paardje! Echelijn heeft daar een leuk paardje kunnen krijgen. Dus die kan weer bij haar paardencollectie. Ja. Want Chilene gaat natuurlijk straks paardrijden. Ja. En een beetje zin in natuurlijk. Ja. Oh jongens, mijn haar ziet er niet uit. Nee, die is heel lang. Ja. Net zoals die van mij. Die wil ook heel lang. Ja, maar ik wil het laten groeien. Dus maakt niet uit. Oh, tot je komt. Wij lopen nu nog even een lekker stukje verder. Naar het boekenkastje. Ja, we hebben hier nog een boekenkastje voor allemaal leuke boekjes. Had beter een tas mee kunnen nemen eigenlijk. Ja, maar ze hebben vergeten. Dus we hebben in principe een leuke wandeling. Dan mogen jullie straks een stukje van zien. Waarbij wij toch nog leuke dingen wel weer tegen. Hè? Nee, hier staat niet zoveel wind. Nee. Omdat hier huizen staan. Ja. Ik heb een paardje. Selena is helemaal blij met het paardje. Ja, dat is goed zien dan, je paardje. Dit paardje. Dat is wel heel erg leuk. Ja, het is ook nog zacht. Ja. Maar dat hebben wij hier dus in de buurt. Ik weet niet als het ook bij ergens anders in de buurt is. Dat er van die kastjes staan. Dat is voor mensen. Maar dat kan je laten weten hieronder in de dinges. Ja, laat weten onder in de reacties als jullie dat ook hebben. Als jullie van die kastjes hebben waar soms wel eens eten in gestopt wordt. Of wat lekkers voor de kinderen. Puur voor de mensen die er wat minder hebben. En boeken. Ja, wij hebben natuurlijk hier in de buurt heel veel boekenkastjes zitten. Waar kinderen gewoon boekjes kunnen lenen. Net zo, bij school hebben we ook een boekenkastje. Ja, school doet het ook, ja. Maar alleen maar vrijdag. Dus dat is in principe een heel mooi initiatief van de... Ik zag een leuke t-shirt van Jada. Nee, ik dacht dat Jada die ook wel vindt. Maar dan moet jij bij zijn. Ja, maar wat de punt is, qua kleding, moet luisteren. Jullie hebben gezond kleding. Ja. Ja, nou dan. Dus ik laat het weten in de reactie, jongens, als jullie dat ook hebben. Ja. En mochten jullie dat niet hebben, kan je erover nadenken om ook iets te gaan maken. Puur voor de mensen die het wat minder hebben. Ja. Want dat is wel zo, hè? Daar zit hij. Ja, we zijn bijna vlak bij het boekenkastje. Ja. Ja. En daar leent Selena wel eens boekjes en die brengen we dan ook weer terug. Dus ja, dan heeft een ander er ook weer iets aan natuurlijk. En ik denk dat ik die Tina boeken niet meer leuk vind. Ik denk dat die paardenboeken bedoel je? Ja, maar dat zijn... Oh nee? Ja, dat zijn pennyboeken, maar dat zijn ook paardenboeken. Maar ik heb daar zoveel van. De plank kan dan dubbel. Ja, nou dan ga je gewoon kijken dat je andere boeken gaat sparen ofzo. Ja. Ja. Ook voor paarden. Dat kan, ja. Oh, dat zit hier. Nou, wij gaan ook nog even naar het boekenkastje toe. Tot straks bij het boekenkastje. Ja, tot zo. Inmiddels zijn we aangekomen bij het boekenkastje. Kijk, dit is een boekenkastje. Kinderzwerfboekenstation. Nou, zie je allemaal leuke boekjes voor kinderen, maar zijn ook wel voor andere mensen en zo natuurlijk weer ertussen. Wat is dit? Selena gaat even kijken als er een leuk boekje tussen zit. Hey mama, ventje! Ja, maar goed, die leeftijd heb je wel gehad, niet? Oh, dat vind ik nog steeds leuk. Een kinderkookbijbel. Kijk, van 5 tot 12 jaar. Neem je die mee anders. Maar dan moet je er wel de hele tijd mee lopen, hè? Ja, maar dat boeit me niet. Nou, Selena kijkt daar nog even verder mee. Ja. Wij gaan straks nog even verder lopen. Tot straks. Zeg ook tot straks, Selena. Tot straks.
Much later. Zo, wij zijn aangekomen bij de Quantum. We wisten niet dat Quantum open was eigenlijk, hè? Nee. Dus we hebben even besloten dat we toch even binnen gaan kijken. Want ja, we gaan hier dan heel graag nieuwe meubeltjes hebben. Ja. Dat gaan jullie ook nog zien in de vlog. Maar we zitten op dit moment op, ga ik het jullie laten zien. Even kijken. 3592 stappen. Ja. Dus we zijn al redelijk op weg. Wij gaan nu even lekker de Quantum in. Je ziet onze katten ook. Ja. We gaan even de Quantum in. En dan gaan we even kijken wat voor leuks we allemaal daar kunnen krijgen. Ja. Dus wij nemen jullie gezellig nog eventjes mee. Zo, wij zijn even naar de Quantum geweest. Ja. De tafel die wij graag willen hebben bestaat er nog. Dus daar gaan we even van de week denk ik achteraan. Woensdag is het gesteld. Ja, even kijken. Ik hoop natuurlijk eerder, maar ja. Wat? Ik hoop natuurlijk eerder. Ja, als je wel. Ik vind het altijd dood. Ja, kan niks mee, niks maar mee gebeuren. Nou, valt wel mee hoor. Heel jammer dat de Jisk niet open is, want ja, we willen ook nog even kijken voor nieuwe stoelen eigenlijk. Ja, ze hadden onze stoelen niet. Dus anders moeten we dat van de week wel even doen. Kunnen we natuurlijk wel even kijken. We kunnen meubelknallen. Meubelknallen is wel prijzig jongens, maar het is gewoon een hele leuke. Bijna 150 euro als je heel veel stoelen hebt, Ben je bijna voor 6 stoelen bijna dik 500 euro kwijt. Maar goed, maar niet uit. Sommige mensen kunnen het betalen, sommige mensen ook niet. Nee. Dus. Nou, wij zetten nog even verder de stapjes. En dan nemen jullie nog even gezellig mee. Ja, doei. Dus, doei. Doei. Much later. Zo, wij zijn bij de Albert Heijn aangekomen. Ja, dat is een beetje roodjes, jongens. En we zitten op 5666 stappen. Kijken, kijk. We hebben best wel veel punten. Dus, nog 10.000 stappen te gaan. Hoe lang zijn we nu aan het lopen? Kan je ook vanaf daar zien. We zijn nu een uur aan het lopen. Dus we zijn lekker bezig. Ja, 56. Hè? Dat staat hier ook. 56 minuten. En 4,1 kilometer. En dus calorieën hebben we 349 calorieën hebben we alweer verbruikt. Maar goed, wij gaan even gauw de Albert Heijn en even wat boodschapjes halen. En dan wandelen wij nog even gezellig lekker door. Doei! Zo, wij staan even lekker in het zonnetje. En we dachten, we zullen even kijken hoe ver we inmiddels zijn. We hebben in totaal 5,2 kilometer al gelopen. 442 calorieën verbruikt. En 71 minuten zijn we bezig. En dat is in totaal 7.167 stapjes. Ja. Dus het duurt niet meer al te lang. Ik en dan weet hebben niet wij als jullie dat onze zien. 15.000 stapjes gehaald. Ik weet niet. Ja. Ja. Dat hebben wij dus nu al gehaald. Ja man. Dus het duurt niet meer zo heel erg jongens. En dan hebben wij onze stapjes gehaald. Kijk, en ik heb mijn eigen foto weer. Ja, en Shalane heeft een leuke foto. Of nee, ik heb voor Shalane een hele leuke foto van mij. Even kijken. Als jullie dat eens kunnen zien, zo, ja. We vonden ze wel heel erg leuk, voor even een keertje. Ja. Ik wil zeggen, het is even heerlijk om even in het zonnetje te gaan, ja. Dus, nou, wij gaan nog even verder lopen, hè, Shalane? Ja. We gaan ervoor zorgen dat wij onze 15.000 stapjes krijgen, hè? Ja. Dus ja. Zo. Nou, geen mee? Ja. Kom maar. Gaan we die kant langs? Ja. Ja, oh, het is heerlijk in het zonnetje, jongens. Ja. We zijn wel heel erg rood om ons gezicht eigenlijk, als je goed kijkt. Eindelijk schaduw, mag ik hem vasthouden? Ja, even mijn telefoon erop jagen. Lekker schaduw. Heb jij weer? We zijn wel weer heel goed bezig. Ja. En dat op deze heerlijke zondag, jongens. Ja. Gisteren een heerlijk, best wel een druk dagje gehad. Als jullie weten wat het is, ik weet trouwens ook niet wat het is. Kijk op. Nee. Ho, touwtje voor weg. Ik ga wel een leuke boom af. Wat is dat, jongens? Laat het weten in de comments. Ik denk dat het een dode egel is. Moet even laten weten in de comments. In de reacties hier beneden. Hou het netjes, hou het beschaafd. Voor je houdershanden. Ja, voor de sigaretten, ja. Mijn papa rookt niet meer, dus nee. Ja. Dus nou, wij gaan nog even lekker verder wandelen. Doei. 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 1 hour later. Nou, Shalane gaat even van de kamer af. Kijk. Ja, doe maar. Haha.
Tot dan. Die heeft een rondje kabelbaan weer gehad. Die kwamen we dus ook nog even onderweg tegen. Dat we de kabelbaan ook nog even tegenkwamen onderweg. Nog één keer dan. Heb je een schuurtje staan voor dieren en dat stond vannacht in brand. En er stonden ook nog dieren in. We mogen blij zijn dat er geen dieren zijn overleden. Ik snap niet dat mensen spullen in brand steken eigenlijk. Dat snap ik echt niet. Maar goed, wij gaan nog even verder en lekker wandelen. Met brand. Ja, als je er weer langs loopt. Maar goed, wij gaan nog even lekker verder wandelen. Ik was nog even een stukje van de kabel aan. Ja. Nou, we zien jullie straks. En nu een stukje dichterbij bij het schuurtje. Dan lopen we toch weer langs. Jullie laten zien. Dat schuurtje daar. Daar is vannacht brand in geweest. Ja, bedankt Jelena dat je er langs bent gelopen. Nog een keer bedankt. En als je dan goed bekijkt in die ramen. Oh. Die zijn kapot. Ik weet niet als dat wil zo. Kijk, je kan... Oh nee, ze zien het wel. Ja. Zie je? Ik kan tot zover redelijk inzoomen. Kijk, dat is allemaal kapot. Ja. Maar de diertjes staan nog wel buiten. Dat is toch heel zonde, jongens. Heel mooi kinderboerderijtje hier. Op de grens van Hoge Zandsappermeer. Waar je even gezellig lekker kunt wandelen. En dan steken ze maar gewoon weer in de fik. Maar je kan er ook nog inkomen, hè? Ja, normaal gesproken wel. Maar het is gewoon heel erg jammer. Maar ik dacht, wil ik jullie toch nog even laten zien. Dat is wel leuk, denk ik. Ja. Nou, wij gaan nu lekker naar huis wandelen. Ja, dan zullen we onze, is ook bijna leeg. Dan zullen we onze 15.000 stapjes wel weer gehaald hebben, denk ik. Even kijken. Even kijken. 8.000, bijna 9.000 stapjes. Nog 6.000 stapjes in principe. Oh, ik ga het even laten zien. Even laten zien! Ja! Ja! Kijk. Ja. Dat hebben we nu al gelopen. En dit hebben we gedaan. Ja, 6,4 kilometer. Dus we wandelen. En het is al best wel veel, hè? Dus we wandelen nu nog even verder. En die zon is altijd nog wel even lekker. Vind ik heerlijk. En als we in de... Hoe heet dat? Heet dat nou? Als je gewoon in de schaduw staat, dan is het koud. Als je in de zon staat, niet. Nou, wij gaan verder wandelen. En dan ook straks, als we thuis zijn, gaan we nog even iets leuks doen met Jade en Milana samen. Ja, en dan gaan we pannenkoeken bakken. Ja, nou, dus dat is lekker. Even met ons mee. Doei. Much later. Ja, we zijn bijna bij huis. En we zitten op ons 15.007 stappen. Jullie zien anders. Nee, niet. Jawel, kijk, zie dat? Ja, omdat wij dat zo zien. Ja. Dus we gaan nu nog even de laatste stap naar huis doen. Mama, mag ik hem even boots houden? Ja. Oh, leuk. Want we lopen namelijk daar de straat door in. We hebben het goed gedaan. Ja. Yay. Dus we gaan zo meteen thuis nog even verder vlaggen. Ja, en dan gaan we eerst pannenkoeken bakken. Nee, borrelnootjes. En we gaan nog even wat lekkers proberen. Dus tot straks. Doei. A few moments later. Zo dan, beste mensen, we zijn weer thuis. In totaal hebben wij, even kijken,
15.314 stapjes gezet. Ik weet niet, kunnen jullie het zien zo? Ja, volgens mij wel. Dus dat is best veel. Volgend doel, wat Slen en ik willen gaan halen, dat is de 20.000 stapjes. Wanneer dat gaat gebeuren, weten we nog niet. Nu wouden de kinderen nog even gauw... Er zijn twee nieuwe soorten van borrelnootjes. Dat heet borrelplankje. Die twee soorten heb ik opgehaald. En die willen ze nu nog even graag uitproberen. Ja. Het is nog even wachten op Slen, die is nog even wat aan het doen. Ja. En ik heb een nieuwe trui. En inderdaad, Jaden heeft een nieuwe knolpower trui. Ja. Ben je blij mee, hè? Ja. Nou, voel je al een beetje beter dan? Ja. Goed zo. Dag Milano. Hi. Die is met mij aan het maken. Die beide jongens zijn lekker aan het gamen op deze zondag. En ik heb een mooi huis gemaakt. Gisteren een lekkere buitendag geweest, hè Milano? Ja. Milano, lekker buiten geweest, hè? Oh, ja, Jaden knapt eindelijk weer een beetje op. Ja. Na een week heel ziek te zijn. Ja. Ja, veel drinken. Mm-hmm. Nou, we wachten nog even op Selena en dan gaan we zo meteen even die lekkere borrelnootjes uitproberen. En daarna ga ik beginnen met pannenkoeken bakken. Ja. Want daar hadden de beide jongens vandaag weer ontzettend veel zin in. Ja. Dus, jullie zien ons straks. Ja. Zo, Shalane is er ook weer bij. Ja. Nou, doe jij je mutsjes even na. En we gaan even lekker de borrelnootjes uitproberen. We hebben de borrelplankje. Kaas mosterd smaak. En we hebben de grote ham. Gerookte ham. Borrelplankje grote ham. Ja, dus en met welke gaan we beginnen? De hele. De hele. Ik ben ook wel benieuwd naar je kaas mosterd eigenlijk al. Ja. Ik heb nog nooit mosterd gehad. We gaan het niet vol mee eten, want we gaan straks pannenkoek eten. Ja. Dat is niet. Moet ik hem openmaken? Ja, inderdaad. Ik was het toen in je onderbroek. Nou, jij moet deze vast dan. Hé, mama. Jij, waarom zit je zo hoog? Laat hem nou. Ja, ik kan mama. Ja. Wat het toen in je onderbroek. Oh, dat ruikt lekker, jongen. Ja, dat was de derde. En dan vond je hem niet lekker? Die was niet lekker, hè? Die werd tweede? Ja. Oh, niet. Ik wel. Gadver. Jij vindt het wel lekker? Jij dan? Ik vind het tegen een maar, hoe wel eerlijk toe zijn, het is wel heel akkoord. Ja. Ja. Wat dan? Mama eten en eten gaan we nu achter de eetbos. Ja, ze zaten een spelletje te spelen. Ja, maar dat weet ze wel, want ik heb net al gekregen. Hè? Ja, weet het wel. Jij? Ja, vond jij dat ik lekker op de brand? Ja. Ik heb verteld dat we onze 15.000 stappen hebben. Dat hebben ze toch al gehoord? Ja, maar we hebben veel meer dan 15.000 stappen zag ik. De telefoon ligt op tafel. Goed, dat ben je zo. Wij hebben in totaal 15.314. Oké. Maar.
hebben de onze eetbossen weer potten. Kijk. Mijn jas zo. Boven jou. Maar we kunnen ook een keer de 60.000 doen. Eerst de 20.000 moet vonden. Niet jou. Nee, maar nog 15. Wat zei je? Vlag afsluiten? Ja. Ja. Jullie ook erbij? Ja. Vonden jullie dit een leuke video? Deel en like. Abonneer op ons kanaal. Tot de volgende keer. Doei. Minalo? Ja, de pie.